4 thema's om te kijken wat we allemaal aan bod kunnen laten komen. We hebben nog ongeveer 3 kwartier om te spreken met dit gezelschap. Die 4 thema's zijn ongeveer de rol van kunst en de vrijheid van meningsuiting. Het tweede onderwerp is de rol van de overheid in de machtsvrije communicatie. Het derde onderwerp is kapitalisme en oneindige groei. Hoe kunnen we daarmee omgaan als we de publieke sfeer willen redden? En de 4e gaat eigenlijk over, ja, wat kunnen we zelf doen en wat is de rol van het onderwijs hierin? En ik begin eigenlijk met de vrijheid van kunstuiting, of die ook valt onder de vrijheid van meningsuiting als grondrecht. Dus ik denk eigenlijk dat die heel erg goed besteed is aan Egbert Dommering. Ja. Zou je er iets over willen zeggen? En Marleen had het natuurlijk ook over het belang van kunst in de, ja, de publieke sfeer. De absolute vrijheid van kunst valt onder de vrijheid van meningsuiting. Hij wordt in de Nederlandse grondwet niet als zodanig benoemd, maar in de Duitse bijvoorbeeld wel. De Europese rechter heeft daar dikwijls uitspraken over gedaan. En daar wel dezelfde graad van bescherming aan gegeven als het gaat over politieke uitingen. Dan zegt de Europese rechter, ja, dat moet je heel ruim opvatten. Maar zodra het in de sfeer van zeden komt en moraal, neemt de Europese rechter altijd een afstand. En zegt hij, dat moet dan meer door de lokale samenlevingen worden opgelost. Dat is aan de ene kant onbevredigend, maar aan de andere kant, we hebben geen Europese norm over wat er in Nederland mag er weer meer dan in België, Frankrijk of in Duitsland. Maar dat beschermingsniveau moet dan op nationaal niveau worden gegeven. Dat is wat ik er in algemene zin over kan vertellen. Er is natuurlijk heel veel casuïstiek. Is die vrijheid niet ruimer dan de vrijheid van meningsuiting nog? Nou, ik vind hem eigenlijk ruimer, omdat hij... je zou kunnen zeggen, als we het even over Spinoza mogen hebben, dat het, maar het gek is, Spinoza geeft hem alleen voor de filosofie, maar ik vind dus dit een vorm van verbeelding die naar mijn mening ook bijna absolute bescherming geniet. Zodra het in de sfeer van seksualiteit of iets anders komt, dan hangt het erg van de plaatselijke gemeenschap af wat er gebeurt. Dus dan wordt er een andere maatstaf gehanteerd wanneer het gaat om politieke expressie. Een andere? Meestal strikter. Een strikter. Ja, maar in beginsel vind ik hem dus een absolute vrijheid, ja. Dankjewel. We gaan nu door eigenlijk vrij snel met steeds in relatie tot Spinoza het heden. We komen nu bij het blokje, laten we zeggen, machtsvrije communicatie, et cetera. Ja, we hebben het toch over Habermas gehad voor de pauze. De historicus houdt daar niet zo van. Deze vraag is van Toon van Eyck. En dat gaat eigenlijk over die machtsvrije communicatie tussen de burgers. Er zitten eigenlijk 2 vragen in. 1, hoe organiseer je dat? Maar ten tweede staat hier, volgens Spinoza is het aantal weldenkenden heel klein. Dus willen we dan wel een machtsvrije communicatie tussen alle burgers? Ik ga toch eerst aan Egbert nog even vragen om daarop te reageren. Klopt dat Spinoza niet per se vond dat veel mensen daar mee zouden moeten praten? Nou, hij is heel duidelijk over zijn vrijheid van filosoferen. Dat is absoluut. Daar is ook geen interventie in mogelijk. Maar dan daarnaast, maar hij begrijpt ook dat er heel veel mensen op basis van hun vooroordelen, geloven of iets anders doen. En dan zegt hij, nou ja, dat is wel best, als zolang ik het maar over de waarheid mag hebben. Maar ik denk dat hij daar al vrij snel bevreesd is voor opstandige handelingen het jaar 1672. Ja, als ik daar iets algemener iets over mag zeggen, in de 17e eeuw, zeker bij de regenten, ook bij Johan de Wit, was er wel het idee van het volk, zeg maar, moet je erbuiten houden. Dus laten de regeren en het nadenken daarover
laat het over aan een selecte groep, zeg maar, een soort aristocratie. En dat zou kunnen verwoorden dan tot een oligarchie, daar moet je voor oppassen. Maar er is al een groep van mensen die weten hoe het zit en die ook belang bij heeft dat alles goed gaat. En dat is een bevoorrechte klasse, zeg maar. Dus het volk moet je niet betrekken bij politieke besluitvorming. En daar is men gewoon bang voor het beest, zeg maar, wat dan kan loskomen. En dat zie je dus gebeuren in 1672 bijvoorbeeld. Dat meer algemeen over de 17e eeuw. Maar mag ik daar meteen ook een vraag over stellen? Van, er is toch een theorie van historici dat er een bijna één op één relatie is tussen de gewelddadige pamflettencultuur en de aanslag op de Broeders de Wit en de Lynchpartij. Die één op één relatie, wat ik zei, ze hebben het mogelijk gemaakt dat die moord kon plaatsvinden, laat ik het zo zeggen. De spanning is zo opgebouwd. Dat het niet raar is dat die moord is gebeurd. Er wordt geen oproep gedaan van sla ze dood. Maar je ziet wel gewoon, bijvoorbeeld alleen al door de vergelijking met Johan van Oldenbarneveld te maken. Die is geëxecuteerd. Van de ene Jan is dood, nou dan kan de andere Jan misschien ook wel die kant op gaan. Maar dit is wel echt extreem wat er in die pamfletten wordt geschreven. Dat is volgens mij toch een relatie, om even dat sprongetje te maken naar sociale media. Die zijn natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Dat wat dus het multiplier effect wordt genoemd. Dat extreme uitlatingen in teksten ook vaak worden veel makkelijker worden omgezet in extreme handelingen. Ja, ik denk wel belangrijk is om als we het over de 17e eeuw hebben, is toch ook een ander type samenleving waar bijvoorbeeld geweld veel meer aanwezig was in de staat. En waar bijvoorbeeld gewapende burgers op straat liepen, de schutterijen bijvoorbeeld. Dus daar was geweld veel meer aanwezig. Dus in die zin denk ik ook dat het geweld makkelijker kon plaatsvinden. Ook oproeren, dus plunderingen van huizen, waren eigenlijk een soort geoorloofde manier van de orde herstellen. Dan werd er niemand vermoord, er werd alleen alle huizenraad naar buiten gegooid en de ruiten werden ingegooid. Maar dat was een soort van, we moeten even alles weer rechtzetten. Maar geweld was meer aanwezig, dus ik denk dat het ook daardoor makkelijk kon plaatsvinden. Ik begreep uit je inleiding dat daar ook het woord huishouden vandaan komt. Op zijn Haagse huishouden, ja. Ja, dat is één verschil. Maar een ander verschil is dus ook het volk buiten de politieke besluitvorming houden. Ja. Dat zouden we nu toch niet meer zo definiëren, denk ik. Nee. Maar dan even naar de stap die de publieke media, of het zijn niet per se publieke media, maar de gezamenlijke media daarin hebben. Egbert, dat moet dan toch ook een andere zijn. Kunnen wel overeenkomsten zijn tussen die pamflettencultuur, maar nu hebben media een expliciete rol. Nou ja, we hebben natuurlijk de publieke media ooit opgezet om die rationele discussiesfeer te creëren en zo functioneren ze ook wel. Alleen daar zie je ze ook gaan schuiven. Je ziet ook daar een verschuiving optreden dat het steeds meer aandachtsmedia worden. Mensen gaan niet in de slimste mens zitten om te laten zien, omdat ze de breinvaardigheid zo interessant vinden, maar om zich in hun carrière als televisie iemand beter te positioneren. Dat zie je, dat is in een paar jaar is dat helemaal veranderd. En je ziet dus steeds meer die publieksmedia in die aandachtssfeer trekken. Ik bedoel, in die praatprogramma's krijg je toch bijna iedere keer een kattenfilmpje te zien. Marleen, jij wil reageren. Ja, ik denk dat het toch wel belangrijk is om te laten zien dat er een duidelijke censuur is. Een bepaald moment waarop. Kijk, ik beschreef net dat toen ik met de digitale stad bezig was, kregen wij ook al die dingen aan de broek. Dus ik ben een keer gedaagd geweest voor kinderporno. Dus ik heb in de rechtbank gezeten omdat de digitale stad het platform zou kunnen zijn geweest. Men wist nog niet hoe men dat moest aantonen, overigens. Dat er iemand via onze servers kinderporno had verspreid. Maar ook dat Horst Wessel lied en de aanklacht tegen racisme in de digitale stad. Dus dat is van alle tijden. En jij beschrijft, wat we eigenlijk beschrijven, is het is van alle tijden. Gebeurt ergens in begin 2000, begint er iets. En dat is wel echt een censuur met hoe het daarvoor is. Want je zou kunnen zeggen, de exponentiële groei van het internet heeft ook
een exponentiële groei te gevolgen, als gevolg van al die incidenten. Dat in zichzelf is al heel problematisch. Er zijn twee vraagstukken. Het ene is dat al die incidenten op één centraal platform plaatsvinden, waarvan dan één gatekeeper dat zou moeten gaan modereren, in plaats van op tientallen. Kijk, deze zaal, als wij hier nu iets vervelends zeggen, dan kan de directie van Paradiso of de organisator van de Spinoza kan zeggen, wacht even, dat is niet de bedoeling hier. Dus heb je moderatie op deze plek. Maar als dit allemaal in een digitaal forum plaatsvindt waar miljoenen aan het communiceren zijn, dan worden het dus algoritmes of de cleaners, dus als we die kennen, waar ook een documentaire over is gemaakt, dan krijg je dus dat allemaal gecumuleerd op één plek. En dan is normale moderatie niet meer mogelijk. Dan is dus de afstand tussen daar waar het plaatsvindt, de relatie die men tot elkaar heeft, is verdwenen. Dus daar is een hele grote cesuur in hoe het tot dusver ging. En het tweede is dat, en dat wordt door Susanne Zuboff, die heeft net dat boek, enorme pil geschreven over surveillance capitalism. En daar analyseert ze de businessmodellen van Google en Facebook en dergelijke. En die weet het heel goed aan te duiden. Ze zegt het start in 2004. Wat gebeurt er in plaats van dat je een zoekterm bij Google intypt waar je advertenties op krijgt? Heeft Google bedacht in die jaren van nee, we gaan, je beschrijft het ook heel kort, we gaan die persoon profileren. Dus wij vergaren informatie over de persoon. Dus die zoekterm, natuurlijk, die nemen we mee, maar ook wanneer, op welk tijdstip, waar. Nou, dat is 2004, wijst ze aan. En vanaf dat moment krijg je de real-time bidding en dat hele fenomeen en die story prompting. Dus precies op het juiste moment, binnen het juiste, in millisecondes, mensen manipuleren. En die twee dingen zijn wel echt anders, fundamenteel anders, dan de tijden daarvoor. En daar ontstaat algoritmische moderatie, gecentraliseerde moderatie. En ik denk dat het grote vraagstuk is. Kan je daar weer van af? Kun je daar weer alternatieven voor bouwen of ontwikkelen? Ja, want dat is, dat gaan er eigenlijk ook twee vragen over. Hou die microfoon nog maar even vast. Dat gaat over, als we inderdaad willen dat die platformen beter gereguleerd worden, hoe moeten we dat dan doen? Krijgen we dan niet staatsbemoeienis met onze publieke ruimte, zou ik maar zeggen? Hoe krijgen we daar niet weer een soort paard van Troje binnen? Nou, er is een. Als je kijkt naar het soort van oplossingen waar men in denkt als het gaat over de technologie. Dus als je mee gaat ontwerpen aan de internettechnologie, dan kom je op andere oplossingen dan als je dat doet vanuit kapitaal. Of investeerders die willen die centralisatie graag. Ja. Als je denkt over maatschappelijke relatie nog dan en publieke waarde, dan denk je meer over decentrale oplossingen. Over centraal of gedistribueerde oplossingen. Zodat je een verband houdt waar mensen elkaar nog kennen of waar er nog iets van een structuur is. We kennen waarschijnlijk de vorm van broodfondsen. Dat is dus de schaal waarop je vertrouwen kan organiseren. Nou, dat hangt er vanaf. Met broodfondsen waar je elkaar verzekert, is de schaal volgens mij rond de 200-300. En dat binnen zo'n groep. Bij scholen, een schoolverband bijvoorbeeld, is zo'n 500-600 is een goede schoolpopulatie. Als een school groter dan dat is, dan krijg je learning analytics. Omdat je niet meer weet, want je kent die kinderen niet meer. Ja. Dus alles wat boven een bepaalde schaal gaat, krijgt problemen van dat je niet meer weet hoe je het moet modereren of hoe je het moet organiseren. Nou, de oplossingen die nu op de agenda staan, in de roadmap voor de volgende generatie internet. Dat heet ook echt zo, Next Generation Internet, is een groot programma. Dan gaat het over een paar dingen. En één daarvan is dat je dus die decentrale oplossing zoekt. En dat betekent dat je niet per se de staat daar weer in hoeft te stappen, maar dat de verantwoordelijkheid van het maatschappelijk middenveld er is. Dus waarom zou je jongeren onder de 18 dwingen om een Google-e-mail te hebben? Dat is eigenlijk vrij absurd. Je moet dus zorgen dat ze een veilige omgeving hebben. Waarom gaan publieke omroepen hun publieksbereik organiseren op Facebook? Dat is vrij absurd. Ze mogen niet eens een Coca-Cola-blikje in beeld brengen. Waarom zou je dan wel meehelpen met Zuckerberg rijk te maken? Dus je moet voor heel veel van die dingen wat ik ook beweer, is we hebben gewoon 25 jaar lang het op zijn beloop gelaten. We hebben geen enkele investering gedaan in het publieke domein. Op het moment dat je dit wel doet, dan zijn er vele mogelijkheden om dat te organiseren.
Dus ik denk, ik zie ook, eigenlijk vind ik ook het te vroeg om te zeggen, nou, het is verloren en Big Tech heeft gewonnen. En we hebben gewoon helemaal nog niet voldoende eraan gedaan. Dus het organiseren en het investeren in andere technologische platforms die die publieke waarde wel dragen, die ook publieksvriendelijk zijn, die makkelijk in het gebruik zijn, he, al die dingen die natuurlijk voorwaardelijk zijn, daar zou ik aan werken. En een andere hele fundamentele element wat is digitale identiteit. Als je nu het internet opgaat, ben je geef je alles prijs. Dus we zijn volledig vogelvrij. Terwijl er zijn oplossingen, dat is Bart Jacobs hier ook aan de Radboud Universiteit, die dat heeft ontwikkeld. Dat heet dan dat je alleen maar je attributen prijsgeeft. Dat je heel weinig van jezelf prijsgeeft, dus dat je jezelf anonimiseert. Maar dat er wel een garantie is dat als je iets fout doet, dat jij op te sporen bent. Maar dat je dus niet, op het moment dat jij interacteert met een partij ergens op het internet of met je app, dat je dan alles kwijt bent. Dus dat zijn ook technologische oplossingen die eigenlijk vanzelfsprekend zouden moeten zijn. Ja, dus het gaat niet zozeer om top-down overheidsbemoeienis als wel het openbreken van die platform en het creëren van nieuwe, kleine... Ja, ik zie het, je hebt een maatschappelijke democratie die legitimeert de representatieve democratie. Soms denkt de staat andersom. Die denkt dat wij dat wij lieve burgertjes een beetje bediend moeten worden en dan houden we ons rustig. Maar we hebben een representatieve democratie omdat we een maatschappelijke democratie hebben. En die staat heilig op het spel. Dus, maar daar ontleent de staat zijn positie in. En wij willen van de staat dat die een aantal waarden garandeert. Dus onze publieke middelen die we daar neerleggen. Het is absurd dat de wetenschap voor 50% gefinancierd moet worden uit het bedrijfsleven. Want daarmee duwen we ze allemaal in de wereld van het kapitaal in. Dus ja, van de overheid verwacht ik een aantal dingen. Maar het is ook vooral het maatschappelijk middenveld. Wij kunnen heel veel dingen goed organiseren met elkaar. We hebben een heel rijk verenigingsleven. Dus we vergeten soms hoeveel organisatiekracht en verantwoordelijkheid we in de samenleving hebben. En die wordt nu onvoldoende gebruikt. Mag ik? Ja, ik wou er ook nog iets over zeggen. Kijk, als je het de overheid laat normeren, dan moet hij dat door wetgeving doen. Of opgelegde zelfregulering, maar ik denk wetgeving. Maar dan is het criterium toch niet de inhoud van de informatie of de mening of iets anders. Dan is toch eigenlijk het aanknopingspunt sociale gevaarzetting. Dus dan is het in wezen niet heel veel anders dan dat je iemand voor een automatisch algoritme, gewelddadig algoritme aanspreekt en hem daar verantwoordelijk maakt als iemand die een automatische auto op straat zet die gevaarlijk is. Dus de invalshoek is de sociale gevaarzetting. Het effect daarvan kan ook zijn, en dat is een oude economische theorie, dat wanneer je organisaties sociale verantwoordelijk maakt voor bepaalde tekortkomingen in hun organisatie, dat er dan een druk ontstaat dat ze die organisatie ook beter gaan doen. Zo is het in het milieurecht natuurlijk ook gegaan. En ik denk dat we in die fase zitten met het internet, dat er meer sociale verantwoordelijkheid moet worden neergelegd, waardoor er een prikkel ontstaat dat ze de zaak ook beter gaan organiseren. Er is hier een suggestie om het als volgt op te delen. Om het meer te zien als dus internet meer te zien als een wegennet. Hè? Dus en te vergelijken met transport en personenauto's. Dus het wegennet, dat zou dan de overheid moeten zijn, dat is het internet. De verkeersregels, dat moet ook de overheid bekijken volgens deze vragensteller. En het transport, dat is denk ik wat wij daar overheen sturen, onze informatie, die zou dan privaat georganiseerd moet worden. Je had ook een paar keer zo'n driedeling. Hè? Komt het overeen met hoe jij dat zou zien? Nou ja, maar het punt is dat het internet, dus die nieuwe categorie van die media die zowel het transport doen als de inhoud beïnvloeden, omdat ze daarmee aandacht creëren. Dus en die nieuwe categorie zul je dus moeten inderdaad moeten reguleren op een manier wat ze verantwoordelijk maakt voor de sociale gevaarzetting van het verspreiden van gevaarzettende leugens of dat soort dingen. Ze werken met hele sterke automaten. Dus het is in die zin ook een vorm van productaansprakelijkheid. Ja, dat is natuurlijk wel een interessant verschil met de 17e eeuw. Die pamfletten die werden niet door Jan en Alleman geschreven. Je moest in een behoorlijke positie zitten om zo'n pamflet te kunnen schrijven en op de centknop te drukken en het te verspreiden ook nog. En hier staat bijvoorbeeld de opmerking:
is het internet niet meer als een doos van Pandora. Maar het is natuurlijk zo'n, als je die pamflettencultuur vertaalt naar deze tijd en dan denkt dat iedereen zo'n pamflet kan laten drukken, dan ziet zo'n debat er anders uit, denk ik. Ja, wat ik zei, we weten heel veel dingen toch ook niet van pamfletten. En bijvoorbeeld wie nou precies de schrijvers waren. Maar het is natuurlijk wel heel anders dan nu, sowieso. Kijk, als ik zou willen, kan ik nu naar de computer daar lopen en daar iets op Facebook, Twitter of een blog zetten. En dan kan iedereen het lezen. Met pamflet is het natuurlijk gewoon, je moest eerst al kunnen schrijven. En je moest dan iemand vinden die het kon uitgeven. En dan moest het nog verspreid worden. Dus dat is wel heel anders inderdaad. En ja, vaak wordt gezegd dat het waren regenten en predikanten die pamfletten schreven. Dus inderdaad een bevoorrechte, beperkte groep. Maar helemaal zeker is dat dus niet. En we weten ook dat gewoon vanuit de handelaren, de boekdrukkers, ook gewoon opdrachten kwamen om pamfletten te laten schrijven. Dus door broodschrijvers, om maar gewoon te kunnen verkopen. En zeker dan, hoe spectaculairder de inhoud van jouw pamflet, hoe beter het verkocht is. Gebeurde dat ook? Kon je daar tussen komen? Nee, maar dat is toch precies hetzelfde wat nu ook de gang is. Dus het is niet zo dat als jij iets leuks post, dat het dan bij iedereen in de nieuwsfeed terechtkomt. Mm. We hebben niet voor niks trollenfabrieken. Dus er wordt 30 miljoen. Weet iedereen wat een trollenfabriek is hier? Misschien moeten we het toch even uitleggen. Dus achter dat rondpompen van haat en fake news zit kapitaal. Dat zijn partijen die dat inkopen. En dat zijn dan, een trollenfabriek zit ergens in Georgië en zit daar spectaculaire, bizarre verhalen te maken en die worden betaald en er wordt voor betaald om ze rond te laten pompen door Facebook en de algoritmes. Dus wie heeft die algoritmes in handen en wie heeft het kapitaal in handen om die algoritmes voor zich te laten werken? Dus zoveel anders is er niet. Het is niet zo dat zomaar al die berichten rondgestuurd worden, alsof dat inherent is aan het internet. Dat is even goed in beperkte handen. Het zit in beperkte handen. Je hebt als je kijkt naar de Cambridge Analytica verhaal, daar zitten Mercers achter met echt gigantisch veel kapitaal. En je ziet nu, ik weet niet of je dat, waarom Uber? Hè? Je denkt van, nou, er komt dus weer een disruptor aan, want die gaat dan onze taximarkt even lekker uitdagen. En die doen het beter, ze hebben een goede app. Dus het lijkt alsof dat normale concurrentie is. Maar Uber heeft miljarden verlies gemaakt, nog steeds, elk jaar weer, miljarden verlies. Ze zijn zogenaamd miljarden waard, op de beurs. Maar er zitten ook miljarden van Saoedi-Arabisch oliekapitaal, wordt via fondsen in de Ubers gestoken. Dus we kunnen niet naïef zijn over wat voor spel er gespeeld wordt aan de achterkant van die big tech partijen. Dus het is niet, ik vind het heel gevaarlijk, het is niet zo dat wij plotseling overspoeld worden en iedereen hier van ons gevaarlijke militante figuren zijn geworden. Een heel groot deel van die content die rondgepompt wordt, daar zit kapitaalmacht achter en daar zit macro-politieke belangen aan. En dat is wat langzamerhand zichtbaar wordt, maar waar nog veel meer journalistieke aandacht naartoe moet. En dan kom je volgens mij erg dicht in de buurt van wat jij net beschrijft, over wat er in de 17e eeuw gaande is. Maar dat betekent eigenlijk dus dat als je kritiek hebt op de digitale publieke sfeer, dat die misschien niet in de eerste plaats een technologische kritiek is, maar dat het meer gaat over de economische krachten die daar achter schuil gaan. Dat die veel relevanter zijn voor de verpesting. Nee, dus het doet ertoe welke technologie gemaakt wordt en welke niet. Hè. Dat ik met Don Haraway aangeef. En wie bepaalt en wie betaalt, die geeft ook richting aan die technologie. Dus de vraag is, hoe democratisch is het maken van technologie op dit moment? Wie doen dat en waar is dat? En als je dat kijkt, als je dat analyseert, dan denk je, dat kan ook niet anders dan fout gaan nu. Maar het is zeker een economisch probleem. Het is natuurlijk, dat zijn dominante partijen. En het zou dus heel goed zijn als je een beleid kunt ontwikkelen, mededingingsbeleid of ander, dat er toch meer aanbieders komen en dat het dus ook interessant wordt om zeg maar je te gaan onderscheiden in de vorm van redactie die je aanbiedt, zo is het tenslotte ook bij de pers te gaan. Je hebt in Amerika bij de opkomst van de kabel een tijd, een regime gehad dat je een lichtere aansprakelijkheid had als je dus alleen maar doorgaf en een iets zwaardere aansprakelijkheid als je ook redactioneel doet. Hier zou je het kunnen omkeren. Ik kan zeggen, als je echte redactie geeft,
dan heb je een betere bescherming dan wanneer je een automatische redactie hebt. Er zijn allerlei varianten nodig, maar concurrentie, waardoor de mensen kunnen gaan kiezen, is wel een heel belangrijk aspect. Ja, dan kom ik even bij twee vragen die een beetje op elkaar lijken, die eigenlijk precies hierover gaan. De ene gaat over, we zitten in een cultuur van ongeremde groei. Jij noemde dat ook al als een van de problemen, Marleen. Hoe naïef is het om te denken dat dit kan worden bijgestuurd? En de andere vraag die daar erg op lijkt is, het kapitalistische element van onze samenleving ook de technologie aanjaagt. Nou ja, de economen zeggen dat dit soort informatienetwerkmarkten, dat winner takes all markten zijn. En dat wil zeggen dat altijd een aantal grote partijen komen bovendrijven vanwege het netwerk. Je kunt wel allerlei opstand organiseren tegen Facebook of Instagram of weet ik wat. Maar het netwerkeffect, namelijk een netwerk is meer waard als er meer zijn aangesloten, blijft bestaan. En daar verdienen ze het gigageld aan. Maar niettemin zul je daar toch steeds alert moeten zijn en concurrentie-instrumenten op moeten proberen in te zetten. Onze huidige Deense commissaris, die lust rouw. De eurocommissaris, precies. Ja. Wat ik net al zei, er zit een hele grote samenhang tussen hoe wij denken wat marktactiviteit is en hoe wij dat de afgelopen, even weer terug naar het internet, ik beschrijf in 1994 wordt dat nog een beetje in balans gezien, je hebt markt en je hebt het publiek domein en vanaf 1995 is iedereen alleen maar smullend achter de Gouden Bergen aan gaan rennen. En ook gewoon in de media, wat heeft er aan tafel gezeten bij de avondprogramma's? Ja, de start-up jongens die miljoenen gaan maken en iedereen van, ben je al multimiljonair? Dus dat is het dominante verhaal geworden. Ja, om even aan te geven, Google is beroemd geworden met deze utopistische slogan, don't be evil. Die hebben ze laten vallen, die is geruisloos afgevoerd. Was het een slogan van Google? Ja, dat is een slogan van Google. Oh, dat is mij. Op het moment dat ze met de Chinezen gingen werken, hebben ze die maar laten vallen. Nou, dat is toch wel verstandig. Ja. Dat ze. Maar ik vind het nog wel interessant om te vragen je kan heel teleurgesteld zeggen, en dat ben ik in zekere zin ook, dat alles wat in dat publieke domein plaatsvond geen steun heeft gekregen en geen ruimte heeft gekregen. En desondanks bestaat het. Hè. Dus er is een enorme beweging op het internet die alternatieven aan het maken is. Maar je ziet nu gelukkig dat er een aantal dingen bij elkaar komen. En dat bij elkaar komen is aan de ene kant die enorme push terug op mededinging, de AVG of de GDPR. Er is een stuw meer aan klachten en aan rechtszaken die ingezet worden. Er is een hele interessante opkomst in de tech-industrie zelf. Dus gisteren nog 200 man... Google-mensen die opkomen. Maar het is een beweging die mensen die werken voor Microsoft en niet willen dat die voor ICE werken. Dat is het die technologie bieden om die families op te breken aan de grenzen van de Verenigde Staten. Dus je ziet een enorme opkomst ook in de tech-industrie zelf van mensen die last krijgen van hun geweten. Maar wat ik erg interessant vind, en dat is wel degelijk, denk ik, dat daar een kansen liggen in het ontwikkelen van die nieuwe toepassingen. En één daarvan, als je nu al iets wil, als mensen nu graag gewoon alle beetjes helpen, denk ik dan maar. Als je nu je ongemakkelijk voelt, ga dan naar switching.software. En daar staat een hele grote, voor alles wat je nu gebruikt, staat een alternatief. En ik ben de eerste om te zeggen, het zal soms even duren voordat mensen met je meegaan. Dus de Signal in plaats van WhatsApp. Nou, dat heeft zeker een jaar geduurd en nu springen er allemaal mensen, die krijgen af en toe een signaal dat vrienden van mij of plotseling begint het een beetje op te ploppen. Mensen beginnen Signal te gebruiken. Dus het kan soms wel 2 jaar duren voordat je mensen mee hebt gekregen. Maar Brave als browser is echt stukken beter, hartstikke goed, tracked and traced niet. In plaats van gooi al die andere browsers overboord en ga Brave gebruiken. En Brave is ook nog eens een keer heel erg actief in het aanklagen van Google. Dus er is een kanteling gaande. En ik denk dat je nu onderdeel kan zijn van die kanteling. En dat is een beetje het on a positive note. Je kan ongelooflijk veel. Als ik zeg in dat boek de ondertitel, maar we kunnen het repareren, het internet.
dan moet ik natuurlijk allerlei vooraannames daarin maken. Maar dat betekent nog niet, dus ik snap, we hebben geen wereldvrede, ook niet op de korte termijn. En pas als er wereldvrede is, heb je een vredig internet. Dus ik geloof ook niet dat dat in één keer zomaar kan komen. Daar zullen we echt jaren aan moeten werken. Maar dat is ook omdat we het jarenlang op zijn loop hebben gelaten. Maar je kan onderdeel van die beweging worden. Je kan bewuste keuzes maken nu. We weigeren fatalistisch te worden, dat merkt u. Heeft u allemaal pen en papier? Signal heb ik al genoteerd. Brave als browser. We komen bij het blokje inderdaad, wat kunnen we nu doen? Ik wilde toch even naar Ingmar, omdat die tijd op een bepaalde manier ook vergelijkbaar is met deze, de tijd van de pamfletten. Heb jij een idee, terugkijkend naar die tijd en hoe die tijd aan zijn einde is gekomen, zeg maar, en de polariserende samenleving toch weer op een gegeven moment een vreedzame werd. Is er een rol voor het onderwijs misschien, of is er een rol voor... Op basis van de 17e eeuw... Of op basis van jouw ervaring, dat mag ook. vind ik heel moeilijk. Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik gewoon om mij heen, als het dan gaat over bijvoorbeeld het gebruik van die sociale media, inderdaad Signal. Ik heb het 3 jaar op mijn telefoon gehad en niemand in mijn vriendengroep gebruikt het. En dan gooi ik het inderdaad weer weg en dan gaan we toch weer allemaal WhatsApp gebruiken. Dus heel veel mensen om mij heen denken in ieder geval dat ze afhankelijk zijn voor hun sociale leven, laat ik het zomaar zeggen, van die partijen als Facebook en weet ik het allemaal. Zelf heb ik geen Facebook. En dan zeggen ze mensen, ja, dan mis je wel heel veel. Je weet niet waar de feestjes zijn en waar de leuke dingen zijn. Ik denk zelf dat het dus wel ook zonder kan. Dat is gewoon op basis van mijn eigen ervaringen. In de 17e eeuw, de tijd waar ik het over heb, is het gewoon zo verschillend, omdat er gewoon geen centrale overheid is die iets kan reguleren of doen. Daarom, censuur werkt daar heel slecht, want het ene wat bijvoorbeeld als een pamflet wordt verboden in Amsterdam, mag het wel gedrukt worden in Utrecht. En als het wordt verboden in Utrecht, kan je het wel in Rotterdam krijgen en gaan ze maar door. Of het wordt door iemand anders onder een andere titel uitgegeven. En dus als er censuur is, dus als er maatregelen worden genomen, is het altijd achteraf en niet preventief. Dat is natuurlijk het verschil met op dat moment de omringende landen. Er wordt wel eens gezegd over de 17e eeuw, daar doen we zo idealistisch over, van Nederland is zo vrij, maar ik heb ook wel eens gelezen dat Nederland vrij was omdat die censuur hier zo ineffectief was. Mm-hmm. Ja, hij was zeer ineffectief. Dus, ja. Maar dat betekende dus wel dat iemand als Voltaire hier zijn boeken kon laten drukken. En niet in zijn eigen land. Dus dat vind ik wel heel waardevol. Zeg maar. Decentraal, dus ineffectief en dus vrij eigenlijk. En daarom vrij. Maar dat betekende niet dat dat mensen niet werden gestraft als ze gepakt werden. En dus ook lijfstraffen of boetes. Descartes ook, maar die heeft toen wel ongelofelijke ruzie met die dominees in Utrecht gekregen. Ja, maar dan ging die naar Leiden. Kan dan ook weer. Egbert, heb jij een idee of er een speciale rol is voor het onderwijs? Er is altijd een rol voor het onderwijs, maar... We gaan niet afsluiten met het onderwijs, hoor, maar het moet toch even benoemd worden. Nee, maar er is natuurlijk wel iets met het feit dat we met allerlei verouderde beleidsinstrumenten bezig zijn. Naar mijn mening, maar dat roep ik ook al jaren, is dat mediabeleid wat we hebben een voorkomen verouderd instrument. Dat wil niet zeggen dat er geen mediabeleid moet worden gevoerd, maar je moet het op een heel andere manier doen. Je moet de subsidie-instrumenten op een volkomen andere manier gaan inzetten. Je moet zeg maar het groeien van het mediabeleid, dat we autonome groepen hebben die programma's maken, dat moet je handhaven, alleen je moet het hele systeem anders gaan organiseren. En zo is er een hele reeks maatregelen die maar niet van de grond komen, omdat iedereen in die oude lobbyclubjes blijft zitten. Mag ik nog iets zeggen over het onderwijs? Ik, ook weer uit eigen ervaring, een goede vriend van mij is directeur op een middelbare school. En daar zie je dus op die scholen ook dat zeg maar de techgiganten ook binnensluipen. Dus hij wordt uitgenodigd op een onderwijsbeurs in Engeland, fantastisch georganiseerd, door Apple. En zo, Apple, Microsoft... Dat is niet nieuw, hoor. Maar in de jaren 70 stond de universiteit vol met IBM-machines. Ja, maar goed, als we het nu hebben over deze... Maar dat is bij het lager onderwijs nu ook al zo, hè? De Chromebooks zijn daar gratis zo ongeveer. Ja. Dus als we misschien... Dat zou een stap kunnen zijn om daar niet in mee te gaan. Ja, Marleen? Ja, dat lijkt me een hele verstandige. Ik denk ook dat het... mensen zijn ook heel trots als ze een Google-school zijn. Dus of je een Coca-Cola-school bent...
Waar ben je? Dan ben je dus onderdeel van de suikerindustrie. En dus het is heel raar dat men daar niet kritisch over zichzelf is. En niet. Ik zat laatst in een grote bijeenkomst in Media Plaza. Daar waren mensen uit de onderwijswereld bij elkaar gekomen om te praten over data en datagestuurd beleid en AI en artificiële intelligentie en big data. En het lastige is dat iedereen daar dan echt heel, ja, heel braaf en heel constructief meedenkt over wat ze allemaal met big data kunnen doen. En niemand zich de vraag stelt, of wat ik net al zei, of de schaal van het onderwijs misschien zo groot is, dat dat het probleem is. Mm-hmm. Dus dat je geen Google Analytics nodig hebt om te snappen of een leerling wel of niet presteert. Dat is natuurlijk alleen maar omdat je die leerling niet meer kent. En dus heel vaak wordt, is de technologie de oplossing, maar is de vraag helemaal niet goed gesteld. Ze zijn heel veel, dus en dat is in de zorg. Maar er is dus inderdaad een heel groot gevaar dat wat er nu speelt rondom Amazon die de zorgsector inkomt, Google die de zorgsector inkomt, is dat zij de Fitbits opkopen, de data van DNA-data, de Verenigd Koninkrijk is in groot gevaar met zijn NHS. Daar zit alle data van alle burgers in. Dit is een onderdeel van de marktpropositie geworden van de onderhandelingen tussen de VS en de UK. Dus er is het idee dat data handel is en dat data goud is. Dat hebben we mede te danken aan de Europese Commissie ook. Onder andere Kroes die nog zei dat is 140 miljard waard. Op het moment dat je data tot handelswaar verklaart, dan legitimeer je partijen om mee te doen aan dat spel. Op het moment dat je zegt nee, data is zuurstof, dat verhandel je niet. Of persoonlijke data is iets als je nieren, die word je niet geacht te verhandelen. We hebben de integriteit van het lichaam. Dan kom je op een heel ander narratief uit. En ik denk dat op het moment dat men begrijpt dat je als je een school hebt, je een zorg hebt voor je leerlingen, dat die niet in het Google-imperium terechtkomen, dan sluit je alle Google-materialen af. Dan zeg je, we moeten zorgen dat als ik een e-mailadres voor de jeugd ergens plek, en dat is ook ouders en grootouders kunnen dat ook organiseren, dan doe ik dat bij een partij die niet meeleest in de mail. Het is namelijk zo absurd. Dus voedselveiligheid vinden we heel vanzelfsprekend. Als je de supermarkt ingaat, dan weet je dat daar allerlei mensen op hebben toegezien. En als er een keer een listeria-bacterie in een kip zit, dan wordt die met veel bombarie teruggehaald. Of als er een motorkap of een speelgoed ergens een mankement heeft. Maar als er dus van dat soort producten, digitale producten, in de App Store staan, dan moet je het maar zelf uitmaken. Moet je maar zelf proberen eruit te wormen. Nou ja, 26 pagina's Terms of Agreement lezen. Ja, maar we moeten dus toe naar dat het uitgesloten is. Ja. Volgens onze toezichthouders, volgens onze hoe we elkaar aanspreken ook. Dat het absurd is dat gebeurt en dat het voorkomen wordt. En ik denk ook dat gewoon mogelijk is. Dus ik hoop eigenlijk dat als we over 5 jaar dit gesprek voeren, dat dan dat omslagpunt dat we nu hebben, dat we daar veel verder in zijn. En ik hoop ook eigenlijk dat het onderwijs daarbij kan helpen. Dat men daar niet iedereen opleidt voor techbanen, maar voor kritische burgers die snappen wat de achterkant van technologie met ze doet. Daar moet het vandaan komen. Niet ons allemaal opleiden tot dat we kunnen programmeren, maar dat we begrijpen wat automatisering en artificiële intelligentie doet met macht, met sociale interactie, met relaties en met communicatie. Egbert, denk je dat ook deze bewustwording een bijdrage kan leveren aan het publieke debat? Dat we weer meer ruimte creëren om meningen te vormen? Maar je kunt het op heel verschillende manieren voeren. Want ja, de data-economie, data is geld. Je kunt er wel zeggen dat had niet zo mogen zijn, maar het is wel zo. En dan is het de volgende vraag, bij wie komt dat geld terecht? En dat is meestal niet bij de consument. Maar dan kom je op een ingewikkeld verhaal, namelijk die data. Kijk, al die bedrijven zijn helemaal niet geïnteresseerd in ons privéleven. Iedereen heeft het altijd over schending van privacy. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd in je eigenschappen. Maar die proberen naar zich toe te halen en die proberen ze te veredelen. En daar maken ze een economische waarde van. En dat we vinden dus en het probleem is dat dus de economische waardeuitwisseling niet plaatsvindt of volkomen intransparant is. Dus daar zul je als overheid, als markttoezichthouder iets aan moeten gaan doen. En dat doen we te weinig. Maar ik vind het niet realistisch om te zeggen, data hadden eigenlijk nooit economische waarde mogen hebben.
Ik bedoel, dat kan je nog iets over? Wij zijn bezig met zowel met Erasmus Universiteit rondom zorginformatie en zorgdata, met de gemeente Amsterdam rondom mobiliteitsdata. En je kan daar zijn hele goede oplossingen voor. Maar die moet je dan wel willen met elkaar. Dus als je zegt, ja, het is voor de wetenschap belangrijk om data te verzamelen, inzicht te krijgen over kanker, ziektekiemen, dat soort ziekte voor en dergelijke. Dat betekent nog niet dat je die data eerst moet privatiseren. Dan kan je ook zeggen, we maken er een data commons van. Een gezamenlijke resource waar we goed op beheren, waar marktactiviteit omheen kan ontstaan, waar het niet eerst vermarkt is. En dat denken over de commons als een onderdeel van een strategie. De commons als een gemeenschappelijke resource die je goed beheert, waar goede regels omheen zijn. Dat betekent niet dat de staat het weer is. Het betekent ook niet dat de markt het is. Maar het is een tussenvorm. En daar zie je op dit moment heel veel ontwikkelingen in. Dus waardoor je wel degelijk iets kan doen met de waardeontwikkeling die erin zit. Maar die je niet terug hoeft te onderhandelen met partijen die dat al hebben afgenomen. Maar het is met de geneesmiddelenindustrie en de gezondheidszorg niet gelukt, hè? Dat gaan we dan nu veranderen. Okay. Ik vind het punt om te zeggen, het is niet gelukt, betekent nog niet dat het zo zal zijn. Het leuke is, de laatste vragen, die zijn eigenlijk al een beetje beantwoord, maar die wil ik toch nog even hardop stellen. Dat gaat over, kunnen we een ander internet maken, hoe moeten we dat doen? Daar hebben we het net over gehad. En zijn er concrete voorbeelden van waar we als burgers actief kunnen zijn of om die big tech af te breken? De laatste opmerking van die vraag vind ik wel van belang. Die meneer of mevrouw zegt, ik wil activistischer worden. Nou, Marleen, nog één laatste tip voor die mensen. Noem die website nog een keer. Nou, allereerst ga ik dan nog zeggen, lees nog een keer het boek wat volgende week uitkomt. Maar daar doe ik heel veel suggesties van wat er kan. Nou, ik denk dat je... Dat switching.software is natuurlijk een goede om te starten. Switching.software. En wat ik mij zo voorstel is dat iedereen binnen zijn eigen vermogen iets doet. Dus als je binnen een school opereert, vraag je directie, waarom gebruiken we hier Google? Kunnen we niet iets anders? Dat betekent niet, als je een directeur bent, dan heb je volgende stap te maken. Dus bevraag je eigen organisatie, je eigen structuren, je eigen mensen om je heen. Waarom doen we dit eigenlijk? Ik zeg niet dat voor alles een oplossing is meteen op de korte termijn. Maar je zet in ieder geval een beweging op gang. Dus ik snap heel erg dat jij nu weer terug bent naar WhatsApp. Maar wie weet, volgend jaar komen er nog betere alternatieven. Want op het moment dat je onderdeel wordt van die beweging. Ik heb heel veel sociale media platforms ook dood zien gaan. Hè? Dus ja. Daar zat iedereen op. En na 3 jaar zat plotseling iedereen ergens anders. Want dat netwerkeffect heeft ook een effect als je met elkaar voor iets anders kiest. En dan kan het ook snel gaan. Dus ik wil dat we niks meer kunnen. Dat is niet de houding waar ik heel erg van hou. Dus ik wil heel erg dat we handelen naar wat we kunnen. En hoe wij denken dat de toekomst eruit zou kunnen zien. En dat zou een enorme verbetering zijn. Want tot dusver vind ik dat iedereen... echt achteruit hangt. We kunnen in ieder geval meer dan we nu doen. We kunnen veel meer nu doen dan wat je nu doet. Heel kort, begin een goede eigen blog. Ik heb 5 jaar geleden ben ik een eigen blog begonnen over beeldende kunst, omdat ik vond dat er in Nederland niet goed over het onderwerp wordt geschreven. Nou, dat doe ik nog steeds en ik heb allemaal volgers en mensen zijn het met me eens. Dus het internet biedt geweldige mogelijkheden. Dus begin maar eens bij het begin. En met een heel goed gedegen commentaar. Die moet wel goed voorbereiden hoor. Het is toch de Bibliorepubliek te letteren. Ja. Begin een eigen blog. We kunnen hier onderdeel worden van een beweging, heb ik geleerd. Dankjewel daarvoor, Ingmar Vromen, Marleen Stikker en Egbert Dommering. APPLAUS